Die klimaatkneuzen, die hadden zo de pest in. Ja, dat ze die A12 niet opkwamen. Nee. Nee, want de politie is daar natuurlijk nou een beetje klaar mee. Ja. En zo de pest in, dat ze hebben nu, hebben ze dan net, hebben ze de, allemaal roze verf op het ministerie van Economische Zaken gegooid. Haha, zeg. Hier, hallo. Ja. Nou, ik zou denken, ja, dan pak ze op en laat ze lekker die verf van het gebouw aflikken. Ja, en dan even politiecellen in, even vastlijmen, dat vinden ze leuk. Daar houden ze van. En daarna gewoon even alles even afrekenen en betalen, alle schade, ja. En wat ze klagen, hè? Ze zijn aan het klagen, die klimaatkneuzen zijn aan het klagen. Is dat even wat? Ja. Want ze vinden dat de politie te hard optreedt, nou. Kan niet hard genoeg. Hey. Want dat zei ik net, die zijn er klaar mee. Die hebben helemaal geen zin meer in het gezeik van die klimaatkneus. Nee, maar er was een vrouw, hadden ze gezegd, die was aan de haar getrokken. Ja, hè? Ja, je gaat op een trambaan zitten of weet ik veel. Er zitten weer allerlei wegen te blokkeren. Nou, dan pakken we je gewoon bij je haren. En er was een polsje ontwricht. Ja, polsje ontwricht. Goed, hè? Ja, ja, ja. Hebben ze ook nog een elleboogje gebroken. Ja, nou, hé. Hey. En dat was allemaal de schuld van de politie. Hé, hey, kneusjes. Klimaatkneusjes, luister eens goed. Als je niet wegen blokkeert, hè, als je dat nou niet doet, dan doet de politie ook niks. Nee. Is dat te simpel voor jullie? Ja, dat is te eenvoudig, hè? Ja, ja, ja. Dat dacht ik al. Ja. Maar ga jullie alsjeblieft door, want de politie pakt jullie nu aan. Ja, ik begin het nou leuk te vinden.